Goedemorgen. Ik ben mij nog eventjes aan het zoeken op de laptop. Precies, even problemen mee. Ja, hier ben ik. Goedemorgen iedereen. Leuk dat jullie erbij zijn op deze woensdagvoormiddag. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Dan gaan wij van start gaan. Ik ga vandaag iets maken met de leuke kit Ducks and Gooses. Deze kit bestaat uit een leuke one-of-a-kind mal met ducks en gooses. Allemaal leuke eendjes. Grote eendjes, klein eendjes. Ook een waterplas. Een heel leuk setje. Het setje bestaat ook uit een Bella Lulu knipvel. Amai, ik raakte niet even niet uit mijn woorden. Met allemaal babytjes. Er zijn ook heel leuke tekstjes, zoals hoera, een tweeling. Lief, klein, uniek, bijzonder, een wonder. Ook allemaal heel leuke kleurtjes. Kan met heel veel verschillende designpapiers. Ook heel tof. En deze hele leuke Dutch Doobadoo foldcard mal. Daar gaan we iets heel leuks mee maken. Ik ga ook gebruik maken van het designpapier van de One of a Kind mal, maar ik vermoed dat je deze designpapier ook kunt terugvinden in de set al als sortie van het designpapier. Goed, dan gaan we van start gaan. Goedemorgen iedereen. Ben ik laat een dag? Dat is heel goed, Lydia. Dank u wel. Goedemorgen. Hallo, dag iedereen. Dus we gaan van start gaan en dan gaan we eerst beginnen met de Doobadoo mal over te tekenen. Ik ga jullie deze even laten zien. Ik leg deze eventjes aan de kant. En deze eventjes open doen. Zo. Ik denk dat de meesten van jullie wel weten hoe dat zo'n Dutch Doobadoo mal werkt. Maar ik kan het nog eventjes uitleggen. Dus de buitenste lijntjes, de buitenste contouren eigenlijk, die dienen voor de cardstock. Dus deze gaan we nu overtekenen. Ik ga heel eventjes mijn magneetmat erbij nemen. Dat werkt voor mij iets gemakkelijker. Dan zit mijn mal. Ik kan mijn mal niet meer bewegen en dan tekent dat heel gemakkelijk. Dus je tekent de buitenste contouren en dan heb je hier, ik weet niet of dat zo duidelijk is, ik ga het proberen te laten zien, heb je drie streepjes en eigenlijk is de middelste streep hier een vouwlijn. Dus die heb je hier ook. Dat zijn vouwlijnen, dus die ga ik ook eventjes mee ondertekenen. Dit zijn dan snijlijnen. Die teken ik ook eventjes over. En dan kunnen we hier zelfs rillen. Dus die teken je zo over. Zo. Goedemorgen iedereen. En zo zie je dat je eigenlijk je kaartje hebt overtekend. En dan is het kwestie van deze te snijden. Dit lijntje te snijden. Deze. En de rest kan je rillen. En dan krijg je... Ik heb dit al eventjes voorgedaan. Dan krijg je dit kaartje. Ik ga het eventjes omdraaien, dan zie je de lijntjes. Dan krijg je dit kaartje. Dus dit is een rillijn. Hier een rillijn.
Hier heb je ook drie rillijntjes. En deze zijn twee snijlijnen. Goedemorgen iedereen, voor wie dat nog binnenkomt. We zijn nog maar net van start gegaan. Ik ga deze mal ook niet zo gebruiken, maar we gaan er een soort... Ik ga deze eventjes wegnemen. We gaan er een soort ezelkaartje van maken. Dus die zijflappen, die heb ik naar beneden gerild. En de rest naar boven en ik ga er zo'n staand kaartje van maken. Dus deze ril je echt goed door, dat het kaartje ook goed kan blijven staan. Deze naar binnen. Zo. Dan kan je je kaartje ook nadien zo opsturen. Dat is eigenlijk een beetje de bedoeling. Dus je kaartje kan je zo later neerzetten. Ik heb hiervoor ook designpapier uitgesneden. Uit de set, zoals ik daar juist zei, van Endless Love. En deze hiervoor neem je uit de Dutch Doobadoo-mal. Ik zal die er eventjes terug bij nemen. Neem je eigenlijk het binnenste lijntje. Die teken je dan af. Dus die teken je hier het binnenste lijntje af. Van elk tekening. En dan krijg je zo de afdrukje. En die past dan weer precies op je basis. Die is net iets kleiner, dus die past daar precies mooi op. Deze ga ik eventjes voorzien. Deze ga ik eventjes voorzien. Van inkt. Ik ga proberen van iets in te zoomen. Ik weet niet of dat het gaat lukken. Misschien zo ietsjes beter. Zo, dus deze gaan we voorzien van inkt. Goedemorgen iedereen, leuk dat jullie nog komen kijken. Ik zal die eerst allemaal beïnten. Dag Sjan, ik heb nog niet veel gedaan. Ik heb net uitgelegd hoe je de basis kan uitsnijden, maar dat kan je ook nog altijd later terugkijken hoor. Dus de basis hebben we net uitgesneden. Allee, heb ik net laten zien hoe je die kan uitsnijden en hoe dat we het kaartje gaan vouwen. En nu ben ik eigenlijk het designpapier eventjes aan het beïnkten. Ik had ook nog klein stukjes voor de, eventjes platleggen voor de zijkantjes hier. Daar had ik nog kleine stukjes. Die gaan we ook ineens voorzien van inkt. Zo. Dan gaan we al deze stukjes al op je kaart plakken. En dan is eigenlijk je basis al klaar. Dan is het eigenlijk kwestie van je kaartje op te bouwen. Dit allemaal al. Opplakken.
Zo. Goedemorgen, voor wie dan nog binnenkomt. We zijn nog niet zo ver. We zijn het kaartje aan het opbouwen. We zijn het designpapier erop aan het kleven. De hartjes, de grote hartjes, die ga je ook op de achterzijde plakken. Ik vind die kleine rode hartjes net iets leuker op de voorzijde. Dus die ga ik even hier kleven. En deze hartjes, die ga ik hier zetten. Zo. Recht plakken. Zo. Zo, dus zo zie je dat je eigenlijk al een heel stukje bent met je kaartje. Dan gaan we het beginnen aankleden. En hiervoor heb ik een aantal eentjes uitgestanst. Ik zal die eventjes laten zien. Zo. Welke heb ik nog? Nog twee kleintjes. Maar zo zien ze er natuurlijk nog een beetje kaal uit en hebben ze geen expressie. Dus we gaan ze nog een beetje bewerken. Hè. Eigenlijk is het heel gemakkelijk als je eventjes mijn malletje terug erbij nemen. Dus die heb ik uitgesneden. En daarna heb ik die nog eens een keer geëmbost, maar je kan ze ook voorzien van inkt. Die doe je heel gemakkelijk. Eventjes standjes erbij nemen. Je legt je standje terug op uitgesneden zo erin. En dan zie je dat je hier dat je papiertje erdoor komt. Hiervoor neem ik Distress inkt. Ik heb hiervoor de Tea Thai genomen. Dat is een heel licht bruine. En hier ga ik lichtjes. Dan komt die wel heel donker. Oei, ik heb het verkeerde gepakt. Ik wil eventjes een ander pakken, dames. Ik heb het verkeerde gepakt. Dan gaan we het nog eens terug overdoen. Dus we gaan er hier heel lichtjes erover. En dan kan je er zo een beetje kleur aan brengen. Zo zie je dat hij al op zijn vleugeltjes een lichte bruine kleur heeft. En dan gaan we het snaveltje en het oogje er nog bij zetten. Hier neem ik een willekeurig stiftje. En ik kleur snaveltje een beetje oranje en met zwart geef ik mijn eentje een oogje. Zo. En dan zie je dat direct dat het eentje veel meer expressie heeft. Dat ga ik ook doen met het andere eentje. Dat is een vliegend eentje. Dus ik leg mijn uitgestanst eentje terug in het malletje. Ik neem hiervoor mijn inkt. Ik ga daar terug lichtjes over gaan. Ik dacht dat ik mijn bericht dan op stil had gezet. Blijkbaar is er toch iets misgegaan. Zo.
zal het de volgende keer nog eens terug opkijken, Theresa. Maar ik dacht echt dat ik mijn berichten deze keer op stil had gezet. Blijkbaar iets niet goed gegaan. Nog eens een keertje overgaan. Ook het snaveltje oranje kleuren en hier ga ik ook de pootjes oranje kleuren. Dat kan je met een stiftje doen, een potloodje doen. Dat zou je eventueel ook met inkt kunnen doen. En een zwart puntje voor het oogje. Zo. Zie je zo leuk. De kleine eentjes die had ik in het geel uitgestanst, maar hier kan je natuurlijk ook kleur aangeven. Ik zal die er ook bij nemen. Dus deze is volgens mij deze. Dus die zet je er gewoon terug in. En dan ga je terug met je kleur daar terug over. Allee. Nu wil het niet meer lukken. Ja, het zit erin. Erin. Voilà. En dan krijg je die eentjes ook een vleugeltje en hier ook snaveltje en de pootjes oranje. Zo. En de oogje ook een zwart puntje. En dan heb je hele leuke eentjes. Ik zal het even van dichtbij laten zien. Leuk, hè? Oh, ik vind die geweldig. Daar kun je zoveel mee doen. Ook het water kunnen we expressie geven. Ik zal het even laten zien. Hiervoor neem ik blauwe inkt. Iets donkerder dan mijn designpapier. Ik leg het er ook eventjes in. Ik ga heel eventjes inpakken, want die ben ik vergeten klaar te leggen. Ik ga hiervoor de broken china nemen. En hier ga ik ook heel lichtjes over de randjes heen. Je kunt daar zo dikwijls over gaan zoals dat je wilt. En hoe meer dat je erover gaat, hoe meer effect dat je natuurlijk krijgt. Hè? Zo. Dan gaan we al deze onderdeeltjes op onze kaart opbouwen. We hebben al heel wat eentjes. Ah, ik heb er nog eentje. Die zullen we ook nog eventjes doen. Deze kon je volgens mij... Ik weet niet waar ik het gelaten heb. Ah, hier. Deze kon je niet voorzien van inkt, maar ik kan wel de pootjes inkleuren. Hier ook een oranje kleur. Dat ga je niet zo goed zien op dat bruin. Maar het wordt wel iets donkerder. Zo. En dan op het snaveltje. En dan ook een oogje. Ja, dan is die toch ook iets levendiger. Hè? Dus dan gaan we dat allemaal opbouwen op onze kaart. Dus eventjes
wat plaats maken. Ik heb hiervoor grasrandjes voorzien. Ik heb die uitgestanst in twee soorten groen die goed bij elkaar passen. En we gaan die hier voorzien. Kan die niet juist achter elkaar plakken. Maar zo'n beetje dat je de twee kleurtjes een beetje door elkaar ziet. Dus ik ga die de ene wat hoger dan de andere plakken. Dus daar gaan we mee beginnen. Ik ga hier lijm voorzien. Ik zal één eentje erop plakken. Een beetje hoger dan mijn papier. Dan in het midden. En een andere ga ik net iets lager plakken. En dan zie je zo de twee kleuren een beetje achter elkaar uitkomen. Dan denk ik dat het leuk is om dit eentje net voor het water te plakken. Maar een beetje met dikkere tape, dat die een beetje naar voren uitspringt. Dus die gaan we met dubbelzijdige tape plakken. Een klein stukje heb ik maar nodig voor het water. Zo. En een klein stukje voor het eendje. Zo, dan komt hij er zo al netjes uit. Zo. Deze gaan we laten vliegen van boven. En die gaan we ook een beetje laten uitkomen. Dus ik ga heel veel van die eentjes laten plakken met van die dikkere tape. Dat die er zo'n beetje uitkomen. Dan lijken die zo echt van een kaartje af te springen. Dat lijkt mij wel leuk. Zo. En hier wil ik een plaatje uit ons Bella Lulu kruipvel. Dus ik ga daar eentje uit. Ik had er al eentje uitgeknipt. Dus even kijken waar dat ik ermee gebleven ben. Zo. Ik had er al eentje uitgeknipt. En die wil ik zo'n beetje verscholen achter het gras. We gaan eerst even ook nog een beetje aankleden. Die nu zo'n klein beetje laat verschuilen achter het gras. Dan krijg je al direct een speels effect. Die ga ik een klein beetje opbollen. Dag Ingeborg, hallo. Leuk dat je nog eventjes mee komt kijken. En deze ga ik opplakken. Ik ben aan het kijken waar dat ik mijn tube lijm heb gezet. Zo. Een beetje van achter plakken. Ook een beetje dat hij een beetje uitspringt zo. Voilà. En hier van achter gaan we ook nog iets voorzien. Hè. Ik kan hier nog een Bella Lulu voorzien. Misschien deze. Die ga ik eventjes uitknippen.
knippen van die plaatjes, dat blijft leuk, hè. Deze plaatjes met die babytjes, die zijn zo schattig. Dat vind ik echt geweldig. En dan in combinatie met die eendjes, wat vind ik dat zo tof. Ja, ik vind dat echt een leuke kit. Zo, dus die hebben we ook uitgeknipt. Oh, was ik buiten beeld aan het knippen? Sorry, daar was ik mij nu niet van bewust. Ik zal er de volgende keer op letten. Zo, dus deze gaan we hier plakken. Waar heb ik mijn tube lijm gezet? Ah, hier. Even de kluts kwijt. Maar die ga ik niet te laag plakken, want die wil ik nog zien. Die ga ik een beetje hoger plakken. Zo. Nu had ik nog een trucje, want mijn kaart die gaat zo altijd een beetje open. Dus ik had nog een strookje uitgesneden van 8 centimeter. Nu, de breedte maakt niet zoveel uit. Ik denk dat die van mij 1 centimeter is, maar dat mag ook breder zijn. Ja, deze is ongeveer 1 centimeter. Dat is van 8 centimeter en deze ga je rillen op 1, 4 en 7 centimeter. Ik kan het heel eventjes doen. En dan ga ik eerst mijn kaart eventjes vastzetten. Dan blijft die eigenlijk... Dan blijft die schoon mooi zitten eigenlijk. Voilà. En dan vouw je deze naar het midden en deze terug naar buiten en dan krijg je eigenlijk zo'n tapje. In dat spuitje, daar zit siliconenlijm in. Ik denk dat die noemt, ik kan het heel eventjes spreken, die Colal-lijm. Colal, 3D-kitlijm is dat. Dat zit er in dat spuitje. En dan kun je dat ook een beetje verhoogd opplakken en dat droogt een beetje trager. Dus dan kun je langer, dan heb je meer tijd om je plaatje goed op zijn plaats te zetten. Nu, je hebt dit vouwbeentje, dit stukje. Dan ga ik dat op de achterkant eventjes opplakken en dan blijft mijn kaartje eigenlijk mooi in model. En je zet lijm op deze twee kleine stukjes. Zo. En één stukje plak ik hier. En het andere stukje ga ik hier plakken. Zo, en dan even goed aandrukken. En dan blijft je kaartje... Mijn mannetje is omvergevallen. En dan blijft je kaartje mooi in model en dan verschuift het ook niet meer verder open. Maar je kan het nog altijd dichtvouwen. Ik kan wel niet helemaal niet meer open. Hoe noem je dit snijrilbord? Bedoel je deze? Dat is een snijplaat van vazen. Ik ga dit stukje later verder aankleden. Ik ga eerst jullie zien... wat ik eigenlijk nog wou doen met de voorzijde, daar had ik nog wat gras voor uitgestanst. Maar dat wou ik niet plat kleven, dat wil ik rechtstaand. Hiervoor heb ik een stukje kaartstok van 1 centimeter breed. En deze gaan we in het midden rillen. Dus we gaan deze rillen op een halve centimeter breed. Ik leg deze eventjes aan de kant.
Dus we gaan deze rillen op een halve centimeter. Nu, om zeker te zijn dat mijn kaartstok niet gaat bewegen, ga ik hem eventjes vastkleven. En dan ga ik hem rillen op een halve centimeter. Eraf. Dan gaan we die in twee vouwen. Zo. En zeker goed rillen met een vouwbeen dat uw vouw er goed in zit. Vervolgens gaan we dit stukje. Dus we gaan dit stukje gelijk lijmen met grasrandje. Dus tot tegen de rillijn gaan we dit kleven. Dus we gaan heel ons grasrandje op één helft. Dus op deze helft. Op deze helft gaan we ons grasrandje kleven. En het overtollige knip ik eraf. Zo beter. En dan krijg je eigenlijk een opstaand randje. Zie je? Dus we hebben een stukje kaartstok van 1 centimeter. Deze riel je in het midden. En dan kleef je je grasrandje op 1 helft. En dan krijg je eigenlijk een opstaand randje. En deze, het grasrandje, knip ik willekeurig in het midden ongeveer. Het moet niet volledig in het midden zijn. Je knipt dat een beetje in zicht. En dan kan je je grasrandje rechtstaand kleven. Dus op het andere helft van je kaartstok, dat je nog over hebt, doe je een beetje lijm. En dan kan je deze op je kaartje kleven. Zo, dat doe ik ook met het andere stukje. Deze ga ik hier gaan voorkleven. Zo, en dan heb je rechtstaand gras. Ik weet niet wat dat zo voor jullie duidelijk is. Ik ga het nog eens een keer doen. Dus ik heb een grasrandje. Ik heb een stukje kaartstok van 1 centimeter breed. En deze ga ik rillen op een halve centimeter. Ik ga die eventjes terugkleven. Ik kan het dus met mijn muis even... Ja, want ik kan... kon jullie reacties niet meer lezen. Deze ga ik rillen op een halve centimeter. Zo. En dan gaan we deze goed doorvouwen. Even mijn vouwbeen erbij nemen. Dan heb je
een stukje kaarsstok van 1 centimeter dat je in het midden hebt gerild. En dan gaan we op dit stukje gaan we lijm doen. Ik vind het gemakkelijker eigenlijk om op mijn grasrandje lijm te doen. En dan op de kaarsstok te plakken. Maar je moet zien hoe dat je het zelf gemakkelijker vindt. Hè. Dan leg je dat gelijk met je rillijntje. Zo. Goed aandrukken. Het overtollige knip je eraf. Deze knip ik ook in het midden. En op het opstaand kantje dat je hebt, doe je ook lijm. En dan kan je deze willekeurig op je kaartje neerleggen en dan heb je een opstaand grasrandje. Zo. Precies. Dan heb je een opstaand grasrandje. Leuk, hè? Laat deze eventjes aan de kant leggen. Ik heb hier nog een waterplasje. Ga ik nog eventjes voorzien van inkt. Waar is mijn malletje? En dan gaan we de voorzijde een beetje aankleden, hè? Met mijn inkt. Terug de broken china. Zo. En deze kan dan bijvoorbeeld hier. Oh nee, ik ga dat ook met tape plakken. Dat is een beetje groot. Voilà. Er ook over plakken. En hier zou ik ook in plaats van een eentje, een beetje scheef geplakt precies. In plaats van een eentje wil ik daar, waar gaan we daar een Bella Lulu velletje erop kleven. Hè? Waar ben ik nu met mijn schaar gebleven? Ik speel vandaag precies alles kwijt. Nu vind ik deze wel leuk. Zo tussen het gras, precies een kikkertje. Zien dat ik in beeld ga knippen. Zo. Kaartje wordt dat leuk, hè? Vind dat opstaand grasrandje vind ik heel tof. En eigenlijk heel gemakkelijk om te maken. Nog eventjes knippen. Zijn er bijna. Zo'n leuk hoedje. Precies een kikkertje. Voilà. Nog een beetje weg. Ik ga dat grijs gedeelte, omdat hem toch in de plas gaat staan, ga ik dat grijs gedeelte onder zijn voeten er ook afknippen.
Want ik ga hem in een waterplas leggen. Voilà. En die komt hier in de waterplas terecht. Dus deze gaan we alleen enkel van onder plakken. Ook met een stukje dikkere tape. En deze komt hier. Nu had ik hier nog twee kleine eendjes. Misschien leuk om hier een eendje bij te zetten. Je ziet wat dat gaat geven. Even losmaken. Even kijken. Dat vind ik wel leuk. Zo. Nog eentje hier van voor zetten. Misschien dat groot eentje erbij. Dat kunnen we ook, hè? Mama eend en baby eend samenzetten. Ja, ah, linkspoot. Ja, ja, ik ben links, hè? Ik knip links. Het is niet altijd gemakkelijk, hè? Maar we komen er wel. Dag Kitty. Leuk dat je gekeken hebt. Zo. Hier zijn we al een heel eind met de kaarten, dames. Zijn we al een heel eind. Ik denk dat ik ze voorlopig zo ga laten. Ik ga ze nog verder aankleden. Ik wil hier nog een paar centjes. Ik wil er ook nog een leuke tekst bij. Eventjes kijken. Er zijn nog een leuke tekst. Misschien dat er nog kiekeboe bij zit. Ze zijn toch precies een beetje verstoppertje aan het spelen allemaal. Maar ik ga je deze namiddag, misschien deze namiddag of deze avond, laat ik jullie het resultaat zien in onze hobby's groep. Ik vond het heel leuk dat jullie allemaal kwamen kijken. En ja, het resultaat laat ik jullie nog zeker zien. Hè? Maar dit was een beetje mijn idee met de kit Ducks en Gooses. Ik hoop dat jullie het allemaal leuk vonden. En ik hoop jullie snel nog eens een keer te zien. Hè. Dankjewel voor het kijken. Dag!